Mijn naam is Erik Bons. Ik ben werkzaam op basisteam Bijlmermeer. Ik ben onder andere coördinator jeugd. Daarnaast ben ik opco, oftewel operationeel coördinator. Eigenlijk een soort van een chef van dienst. En als neventaak ben ik ook nog eens groepscommandant bij de mobiele eenheid. Als coördinator jeugd, want dat zijn toch mijn voornaamste taken, ben ik dus een van de drie jeugdagenten hier op dit basisteam. Alles wat te maken heeft met jeugd, dan kijken we wat we daarin kunnen betekenen. Dat kan een mishandeling zijn, een beroving of vechtpartij of wat dan ook. We doen ook huisbezoeken, dus stel dat er jongeren met de politie in aanraking zijn geweest, komen we bij jongeren thuis. Dus we willen kijken van, hey, hoe kunnen zo'n jongeren weer op weg helpen? En dat doen we natuurlijk ook met behulp van externe organisaties, zoals bijvoorbeeld het stadsdeel of jeugdzorg of veilig thuis of wie dan ook. We willen natuurlijk ook voorkomen dat de jeugd een crimineel wordt. We praten over allerlei onderwerpen, zoals social media, diefstallen, meelopen, groepsdruk, drugs, alcohol, nou ja, al dat soort dingen. Waarin we gewoon met de jongeren praten en dat we ook luisteren naar de jongeren. Van, hey, wat speelt er bij de jongeren? Hoe vervangen hoort wel bij ons, zeker. Dat is zeker ook een belangrijke taak van ons. Ja, ik wil eigenlijk dat het met de mensen in de wijk goed gaat. En ik wil eigenlijk dat de mensen een opleiding doen en een goede baan vinden. Dus weet heel goed hoe je omgaat. Ja, ik zeg altijd, let's make the Bijlmer great again. Bedankt voor het kijken en tot volgend jaar. Blijf ons volgen op social media, zo blijf je up to date.